Hallo allemaal en welkom bij aflevering nummer 7 van de DGOC Online Marketing Podcast. In mijn schema had ik opgeschreven dat ik de 7e aflevering aandacht wilde besteden aan social media marketing. Nou is dat natuurlijk nogal een rekbaar en een breed begrip. Dus ik heb uiteindelijk besloten om in deze aflevering stil te staan bij wat nu de actuele stand van zaken is rondom al die verschillende social media kanalen. Waarvan ik zeg van nou, daar zou je als online ondernemer of als ondernemer die nu ook online actief is op kunnen focussen, op moeten focussen en waarom. En hoe ik dat laat zien is even, of ja, laat horen dan natuurlijk in dit geval, is door zelf eventjes door de mentaal domein sociale media activiteiten heen te gaan en ze even één voor één te behandelen. Laten we beginnen bij de big boy, bij nummer 1. Waarschijnlijk hebben jullie nu allemaal in het hoofd welke dat zou moeten zijn. Precies, Pinterest. Nee joh, geintje. Facebook natuurlijk. Pinterest, daar doe ik helemaal niks mee voor DGOC. Facebook is absoluut het allerbelangrijkste social media marketingkanaal voor mijn organisatie. Al is het maar vanwege de mogelijkheden die er zijn met Facebook adverteren. Ik heb zelden zoveel leads binnengehaald als de laatste tijd via Facebook adverteren door heel getarget te kunnen richten op allerlei interessegebieden, doelgroepen, bepaalde leeftijden. Welke groepen converteren er wel, welke groepen converteren er niet. En daar dan vervolgens je advertentie heel goed op af te stemmen. Zo kan ik voor 1 cent vaak per view al mijn video's op Facebook publiceren. Zoals een aantal mensen van jullie wellicht weten, is er een enorme oorlog gaande tussen Facebook en YouTube. Hè, vrij vertaald Facebook en Google. Waarbij als je een YouTube-video post op Facebook die bijna geen views meer genereert, maar als je die video, diezelfde video, rechtstreeks op Facebook post, en dan krijg je enorm veel oogballen, om het zo maar te zeggen. En het is ook onwijs goedkoop nu nog om daarop te adverteren. En nu dat je dit gehoord hebt, is het misschien alweer achterhaald, want die ontwikkelingen gaan natuurlijk razendsnel. Maar binnen Facebook heb ik bijvoorbeeld voor Succes met e-commerce, de e-book variant, daar adverteer ik dagelijks op. Een van de dingen die daar heel succesvol bij is geweest, is om een advertentie aan te maken, specifiek gericht op mensen in Nederland, boven de 30, onder de 50, met als interesse zoekmachine marketing. En dan in die advertentietekst te zetten, wil je meer leren over zoekmachine marketing? Download dan mijn boek, bla bla bla. Nou, met dat soort targeting mogelijkheden kom je gewoon onwijs ver. En dat is veel belangrijker voor het binnenhalen van leads nu tegenwoordig dan bijvoorbeeld heel veel likes op je pagina. Heel veel likes zijn wel leuk, alleen het is steeds moeilijker en Facebook draait die kraan steeds verder dicht om in het organische geweld van Facebook posts om daar überhaupt in beeld te komen. Dus je zult steeds meer en steeds vaker de portemonnee moeten trekken om bereik te genereren op Facebook. Maar goed, zolang dat verkeer is wat rendeert voor jou en wat jouw klanten oplevert, kan dat natuurlijk zeker de moeite waard zijn. Goed, even een sprongetje naar een andere social media kanaal. Van Facebook ga ik dan naar LinkedIn. Nou, LinkedIn is een kanaal wat ik zelf maar heel beperkt gebruik. Dus ik zou het heel tof vinden om een keer een interview te doen met een LinkedIn specialist die mij daar nog alles over kan leren. Ik gebruik het kanaal vooral als zakelijk adresboek. Ik heb inmiddels meer dan 1000 connecties daar. Iedereen die ik persoonlijk ken of een keer gesproken heb, die sluit ik daarop aan. En dat kan heel krachtig zijn, dat kan heel nuttig zijn. Toen ik vorig jaar bijvoorbeeld zocht naar sponsoren voor het boek Succes met e-commerce om te adverteren in het boek, hoefde ik maar een aantal van mijn LinkedIn-connecties aan te spreken en binnen no time waren de sponsorposities uitverkocht. Dus LinkedIn is een netwerk wat je heel strategisch kan inzetten en waar je ongetwijfeld ook heel actief kunt zijn. Alleen ik ben daar niet zo ontzettend actief in op dit moment. Kan natuurlijk altijd weer veranderen. Hetzelfde gaat een beetje op voor Twitter. Twitter is een kanaal waarbij het een beetje een golfbeweging is gegaan bij DGOC. In eerste instantie was er heel veel aandacht voor. Daarna weer een tijdje een stuk minder. Je zag ook dat het dagelijkse Twittergebruik afnam. Alleen in recente maanden, zeker gezien de lancering van de livestream app Periscope, zie je dat heel veel oudere Twitter-accounts weer nieuw leven in wordt geblazen en dat mensen weer wat actiever daar lijken te worden. Althans, ik ben in ieder geval heel veel actiever daarin geworden en ik zie dat ook terug in de resultaten. We hebben nu regelmatige Periscope-uitzendingen. Op het moment dat je een uitzending ingaat, zoals ik in een eerdere podcast ook vertelde, dan gaat er gelijk een tweet uit.
En met inmiddels ruim 10.000 volgers op het DGOCNL Twitter-account, volg je me nog niet, doe het gelijk even uiteraard. Is het natuurlijk gewoon heel gemakkelijk om snel meer bereik te genereren. En daar is Twitter natuurlijk heel erg goed in. Ik kreeg van de week de vraag van iemand van, joh, jij volgt 9.500 mensen, dat is toch allemaal niet relevant, dat is toch allemaal onzin? Ik geloof er niks van. Ja, sorry, maar het werkt dus wel. En dat is wat ik daarover kan zeggen. Ik ga dagelijks de interactie aan met allerlei mensen. En uiteindelijk zie je dat terug in de resultaten. Goed, dat zijn eigenlijk wat mij betreft de drie grootste, de drie belangrijkste. Dan ga ik eventjes over naar een kanaal waar ik pas recent zelf mee begonnen ben. Dat is Instagram. Ik heb Instagram echt jaren, of ja, hoe lang bestaat het nu? 2, 3 jaar, zoiets. Links laten liggen en ik ben pas een maandje geleden ermee begonnen. En ja, ik moet toch wel zeggen dat ik nu de krachten van in begin te zien. En dat het ook onwijs snel daar gaat met het opbouwen van volgers. En dat het vooral een inspiratiekanaal is. En waar je mensen kan teasen met beelden van dingen die eraan zitten te komen. Of waar je op dat moment bent. Het is allemaal net weer een stukje persoonlijker. En de komende tijd zal uitwijzen hoe we dat ook zakelijk verder kunnen gaan uitnutten. Nou, dan nog heel even naar Pinterest, een netwerk wat ik aan het begin al noemde. Vooral geschikt, denk ik, voor de kanalen lifestyle, health, hè, food, fitness, dat soort dingen. Heel veel inspiratie, heel beeldend. Maar interieur en wonen, als je in die branche zit, is Pinterest natuurlijk ook super nuttig. Maar voor mij als DGOC, als bureau, vind ik het op dit moment nog een beetje zinloos om veel te gaan zitten pinnen. En dan tot slot wil ik nog heel even stilstaan bij het overlijden van Google+. Het is officieel natuurlijk nog niet gebeurd, maar we zien het allemaal al een aantal maanden aankomen. Bijna niemand is er nog echt actief. Het wordt minder en minder en Google+ wordt al ontkoppeld van andere Google-diensten. Dus wat ik een jaar of anderhalf geleden zei van, nou, zorg dat je ook focust op Google+. Die informatie is nu wel achterhaald aan het worden. Dus doe dat niet meer en laat het kanaal lekker links liggen. Want er gaat niet zo heel veel meer gebeuren, denk ik. Goed, dat was even een korte view van hoe de stand van zaken rondom de social media kanalen bij DGOC nu is. En er zullen ongetwijfeld nog vele, vele afleveringen komen waarbij we met specifieke experts in gesprek gaan die dan wel niet te gek goed zijn in Twitter of in Instagram of in LinkedIn of wat dan ook. Zodat jullie daar ook weer lekker veel over kunnen leren. Maar tot zover in ieder geval de introductie. Mocht je nu inmiddels, want er is de 7e aflevering, al het een en ander aan de podcast hebben geluisterd, neem dan eens de moeite om een review te schrijven. Afhankelijk van waar jij de podcast luistert, via Stitcher, iTunes of Podbean, laat ik er een review achter. Laat weten wat je ervan vindt en dan kunnen wij ook weer lekker mee vooruit. Bedankt voor die aandacht en tot volgende aflevering, aflevering nummer 8.